Hallo bunkerliefhebbers, vandaag staan we bij een woonbarak. Als het goed is, is deze zonder dak, maar we gaan even binnenkijken. Ik denk dat het wel interessant is en jullie gaan mee. Heel chic zo die ingang. Nou, dit zijn stukken van het dak die naar beneden zijn gekomen. Allemaal niet in hele goede staat dit. Kijk, deze is het nu zonder dak. En hier ligt het dak. Deze ruimte is nog wel zonder dak, maar kijk, hier raakt het aan en het valt er wel af. Deze is ook direct het dak. Dit gaat ook niet lang meer duren voordat dit dak een keer naar beneden komt. Daar is al een groot stuk dak naar beneden gekomen. Dus dat gaat niet zo lang meer duren voordat het hele ding in elkaar dondert. Zonde. Oh, hier nog een hele gang. Nou, deze ruimte heeft de natuur overgenomen. Hier groeien de bomen binnen. Hout er nog in. Ja, plafonnetje. Plafonnetje, ja. We weten dat trouwens die gang naar die andere kamer toe. Ik vind het een beetje eng allemaal, dat blok. Ja, oeh. Dit is helemaal van de natuur overgenomen, deze ruimte. Wel een groot gebouw. Ja. Moet heel hoog geweest zijn. Deze ook zonder dak, deze ruimte. Hier al die stukken van het dak die er ineens zijn gekomen. En de laatste ruimte. Doe je de bomen ook naar binnen. Mochten jullie nou een locatie als dit bezoeken, pas alsjeblieft op, want voordat je het weet klapt er zo'n stuk dak naar beneden. Alles staat hier op instorten en je wilt niet zo dat kan je niet meer navertellen. Ik weet het niet. Beter gewoon niet meer.